Ik ben hier in Breda, want hier begonnen twee oud-werknemers van Lightyear Squad Mobility. En met dat bedrijf ontwikkelden ze een compact stadsautootje met zo'nzelfde zonnedak als de Lightyear. En wie weet gaat dat compacte autootje wel de brandstofauto uit de binnenstad verdrijven. De mobiliteitsindustrie in Nederland heeft het lastig. VDL Netcar krijgt maar geen nieuwe klus. Lightyear ging failliet, net als e-bike merken van Moof en Kwik. Is er dan niets meer om trots op te zijn? In de serie Made in Holland laat de ondernemer zien dat er wel degelijk mobiliteitsbedrijven zijn die succesvol zijn in de maakindustrie. Wat maakt hen uniek? Hoe maken zij zich klaar voor de toekomst? En wat kan jij als ondernemer van ze leren? Je ziet het in Made in Holland. Het zonnetje schijnt. Ik zie hier een wagentje met solar powered. Robert Hoevers van Squad. Ja, wat hebben we hier staan? Dit is de Squad Solar City Car. Dit is een compacte zonne-stadsauto in het Europese L6 en L7 segment. Dat is echt zeg maar op zijn Nederlands in het brommobiel segment. Zoals we die wel kennen in Amsterdam zie je zoveel. Maar dan op zonne-energie met een zonnedak. Die zorgt voor, in Nederland... Zo'n 22 kilometer per dag op een mooie dag aan range. En daarnaast hebben we de swappable batteries, de uitwisselbare batterijen tot 4 stuks, die zo'n 100 kilometer aan range kunnen geven. En we kennen natuurlijk allemaal de Biro, het oude Kantaatje zelfs. Ja. Wat maakt deze Squad nou uniek? Nou, het zit om te beginnen in een heel ander prijssegment. Hè. Dit zit in het prijssegment waar we eigenlijk de nieuwe, modernere varianten van de concurrent die we nu kennen, de Citroën Ami of de Opel Rocks, in zitten. En met de deelbare batterijen en dan ook een bijzondere keuze qua vormgeving en qua bouw, is het eigenlijk een uniek product. En als we nou kijken naar jullie klanten, zijn er al daadwerkelijke klanten? Jazeker, we bieden de auto nu aan in pre-order op de website. We krijgen duizenden pre-orders uit heel Europa, uit de hele wereld. Het voelt binnenin veel ruimer dan in andere compacte auto's. Dat komt omdat we hebben eigenlijk alles verplaatst naar de periferie van het ontwerp. Het is een super praktisch concept. De zithoogte is ook heel fijn. Het is eenvoudig uitgevoerd. En dat doen we om die prijsstelling. Want dat is een super belangrijk aspect. Hè, dat je voor 8.500 euro een klein autootje koopt. Om die prijsstelling te halen, moet het eenvoudig zijn. Robert, het zonnetje schijnt steeds feller. Vandaar ook het zonnedak natuurlijk. Jij hebt een achtergrond bij Lightyear, net als jouw compagnon Chris Klok. Ja. Wat kan je erover vertellen over die achtergrond en zitten er misschien wel details van de Lightyear in deze auto? Een van de dingen die we echt hebben geleerd is hoeveel het aspect van rijden op zonne-energie, hoeveel dat losmaakt bij mensen. Hè? Dus dat mensen dat toch echt wel geïntrigeerd zijn door dat concept. En dat je aan de technische kant, dat je ook echt wel wat kan bereiken op dat gebied. De snelheden in steden liggen heel laag. En dat betekent dat het energieverbruik ook heel laag ligt. En als je weinig energieverbruik hebt, kan je relatief veel met zonne-energie. Want zonne-energie is natuurlijk beperkt, zoals we weten. Ja. In een stadsautootje kan je dus relatief veel bereiken met zonne-energie. En daar komt bij dat mensen ook korte tripjes maken in de stad. Chris Klok, medeoprichter van Squad en de technische man. We staan hier in een parkeervak wat jullie hebben nagemaakt. En hij past precies, hè? Ja. Ja, dat is essentieel. Wat wij ontdekt hebben is dat de tweede auto vaak gebruikt wordt voor kleine ritjes, maar ook meerdere ritjes achter elkaar. En bij elke activiteit die je doet, moet je weer opnieuw parkeren. En parkeerplaats vinden in een stad als Rotterdam is best wel moeilijk. Dus wat wij doen, we noemen het cross parking. Dus je kan dwars in een parkeerplek. Mm-hmm. Dat lukt je natuurlijk alleen als je heel kort bent. En we zien het parkeervak is ongeveer 2 meter lang. We zijn ook 2 meter lang. En dat is een groot verschil met een aantal van onze concurrenten. Die zijn dan een half metertje langer. En we hebben wat leuke trucjes. Je kan bijvoorbeeld zien, de banden steken uit.
Want dat betekent dat je gewoon tegen de stoeprand aan kan parkeren. Dus je hoeft het ook niet heel moeilijk te gaan doen. Je rijdt gewoon door en boem is ho. Iets anders opvallends is natuurlijk dat zonneceldak. Hoe moeilijk is het om deze techniek te verwerken in een compacte auto? Leggen van een zonnepaneel op een auto lijkt heel makkelijk. Maar dat is eigenlijk heel moeilijk, omdat je moet de hele auto aanpassen op dat zonnepaneel. Desondanks is het ons gelukt om 1,3 vierkante meter zonnepaneel, dat is ongeveer 250 watt piek, op dit voertuig te leggen. En daarmee kan je op een hele mooie dag tot 22 kilometer bijladen. Je kan ook de batterijen eruit halen en mee naar kantoor nemen of thuis. Ik zeg altijd maar waar het goedkoopst is. Dus zelfs als je driehoog woont, krijg je je auto geladen. Chris, dit is een prototype. Hè? De echte productie moet nog gaan plaatsvinden. Welke uitdagingen zitten er nog in jouw hoofd wat betreft de productie? Ik wil zo'n voertuig assembleren in zo kort mogelijke tijd. Deze hebben we maanden over gedaan om te bouwen. Dat moet terug naar uren. En dan opschalen kost altijd pijn. Dat hebben we van Elon Musk ook wel geleerd met de Model 3. Is dat nog een risicofactor voor jullie? Of hebben jullie dat wel redelijk afgedekt? Dat hebben we eigenlijk vanaf het begin gedaan. We zijn begonnen met een jaar procurement. Dus inkoop van onderdelen. Om te zorgen dat alle delen die we hebben, spiegels, verlichting, dat die ook gewoon beschikbaar zijn in grote aantallen. En we proberen zo min mogelijk zelf te ontwerpen. Want dat is gewoon een risicofactor. Dat hebben we van Vermoof geleerd. Dat alles wat custom is. Het kan ook zijn dat je leverancier zegt, we leveren deze maand niet. En dan ligt hij gewoon stil. Ja. De serie heet Made in Holland. In hoeverre is het mogelijk dat de squad in Nederland gemaakt wordt? Alle logistiek, alle organisatie, alle ontwerp, alle engineering, alle supply chain management gebeurt allemaal hier vanuit Nederland. Uiteindelijk is het hele concept en ook vanuit duurzaamheidsperspectief bedoeld om de eindassemblage in de markt te doen waar we ook leveren. Wanneer kunnen we de eerste squad echt op de weg verwachten? Nou, de start van productie is nu gepland voor 2025. Als we nou de glazen bol erbij pakken, Robert, over 5 jaar, waar staat squad dan? Nou, ik hoop dat we dan tienduizenden auto's per jaar produceren en wereldwijd leveren. Dat is mijn droom en ik hoop dat ik ooit een keer ergens uit een trein of uit een vliegtuig stap en daar op een parkeerplaats een gigantische hoeveelheid squads zie die je misschien in een deelplatform gewoon kan instappen en van de stad kan genieten in een klein voertuig, in een schoon voertuig, waar je heel makkelijk in en uit kan stappen, waar mobiliteit echt een hele prettige ervaring is in de stad. En heb jij die gemaakt? Dat is de idee. Nou, ik zelf niet, maar de eerste hebben we wel zelf gemaakt. Precies.